Afgelopen zondag speelde FC Groningen thuis tegen AZ. Het werd de wedstrijd van invaller Mimoun Mahi, Sergio Pat en Brian Linssen. Linssen mag het afmaken en het is 1-0 voor FC Groningen. De aanvalsopzet is simpel, maar doeltreffend. Ik krijg die lange bal en ik zie eigenlijk in mijn ogen dat Danny achter me aankomt. Dus ik wil hem klaarleggen voor hem dat hij hem kan binnentikken. Alleen hij doet dat niet en dan is het gewoon reageren op de volgende bal. En ik was toevallig nog net die kant op aan lopen, dus dat kwam precies goed uit. En ik kon draaien en kon schieten. En het was denk ik op het randje buitenspel. Misschien was het wel buitenspel, ik weet het niet. Dus ja, hij zit en het is 1-0. Dan zag ik jou iets met je handen doen naar jouw doelpunt richting de tribune. Wat deed je? Ja, wat deed ik? Ik had met een vriend van mij wat afgesproken. Dus dat wij, als hij scoort bij de amateurvoetbal, dan doet hij dat. En als ik scoor, dan doe ik dat. Dus het was wel even grappig. Nou ja, het is in ieder geval lekker dat je dat kan doen. Dat betekent dat je scoort. Ja, nee, dat is wel leuk. Dus daar zal ik straks wel een reactie op krijgen. En aan de andere kant is Muren weg. Muren, hoe snel ben je? Muren, snel genoeg. Maar de redding is goed van Pat. Een keeper kan punten pakken, kan punten kosten. Kan gewoon heel stabiel de ballen pakken die hij moet pakken. Ja, zo bekijk ik het. En soms speel je een wedstrijd, heb je helemaal geen aandeel. En dan ben je gewoon stabiel. En af en toe pak je punten en kost je punten. En je moet proberen dat het zoveel mogelijk pakken is in plaats van kosten. Dus dat was wel een lekker moment. AZ komt nu niet vooruit. En dan mag Mahi het misschien gaan beslissen. Dat doet hij. Toch 2-0. Ja, ik denk dat jij op dit moment de meest effectieve voetballer in de Eredivisie bent. Ja, zou best kunnen. Volgens mij 5 schoten op goal. Volgens mij 4 op goal, 4 doelpunten. Ja, ja en weinig minuten gespeeld. Ja, dat klopt. Verhoudingsgewijs. Ja, dat is ook waar. Ja, dat is fijn voor een speler. Dat geeft ook vertrouwen. Dus dat is wel fijn. Ja. Wat zou je dan gaan doen als je gaat beginnen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat kan ik nu niet zeggen, maar moet ik de kans krijgen. En dan probeer ik met beide handen te pakken.